Dag beste mensen van Gochem. Ik ben blij dat ik vandaag via deze weg toch kan deelnemen aan jullie symposium en dat ik met jullie in gesprek kan gaan, vertrekkende van een aantal vragen die jullie mij gesteld hebben. Mijn naam is Nicolaas Sintobin. Ik ben jezuïet. Dat wil zeggen dat ik lid ben van een Rooms-Katholieke kloosterorde. Ik woon hier in Amsterdam in het jezuïetenhuis samen met 5 andere medebroeders, lid van de Sociëteit van Jezus. Dat wil zeggen dat ik al een tijdje, 20 jaar, priester ben en ik ben in het bijzonder actief als internetpastor. Met een heel team verzorgen wij hier dagelijks allerhande producten, maken wij podcast, video, tekenfilms, allerlei tekstmateriaal. En dat is steeds rond de Ignatiaanse spiritualiteit. Dat wil zeggen de wijze van het beleven van het evangelie, van het kijken en leven met de persoon van Jezus, zoals ons die wordt aangereikt door Ignatius van Loyola, een 16e-eeuwse edelman die een hele diepe bekering heeft doorgemaakt en die aan de oorsprong ligt, de stichter is van de jezuïeten en die ook aan de oorsprong ligt van die Ignatiaanse spiritualiteit. Jullie hebben mij een aantal vragen gesteld en die vragen zal ik proberen, in de mate dat ik dat kan, te beantwoorden en jullie hopelijk daarmee een beetje verder helpen. Jullie hebben me heel uiteenlopende, nogal uitdagende vragen gesteld. Ik zal proberen die vragen op te nemen en er enkele zaken op te antwoorden. Ik begin met de eerste vraag die ik voorlees. Hoe kan je omgaan met de afstand die je kan ervaren tussen de christelijke waarheid ingevuld vanuit je eigen persoon en de christelijke waarheid ingevuld door middel van een preek? Het eerste wat ik zou willen zeggen is, die afstand is normaal. Per definitie. Het lijkt me helemaal niet wenselijk om er naar te streven zelf, om die afstand te willen opheffen. Verscheidenheid, verschil, maakt deel uit van de kern van ons geloof. Om te beginnen in de persoon, in de natuur van God zelf. Wij geloven in een drie-ene God. In een God tussen wie, in wie zelf verscheidenheid is. Vader, Zoon en Geest zijn alle drie ten volle God, maar zijn verschillende personen. Met andere woorden, verschil, het niet volledig samenvallen, vreemd genoeg misschien, maakt deel uit van de kern van ons geloof. Je kan zeggen dat dit een vorm van spanningsveld introduceert in het hart van onze geloofservaring, in het wezen zelf van het christelijk geloof. En dat spanningsveld is niet zozeer een probleem, ook al is het niet altijd comfortabel, maar maakt creativiteit mogelijk, maakt dat er beweging mogelijk is. Liefde, God is liefde, bestaat, groeit in verscheidenheid. Tussen verschillende personen. Wel, dat maakt deel uit van de kern van ons geloof en dus ook van de geloofservaring, ook zelfs intellectueel. Datgene waar het uiteindelijk op aankomt, is om dichter te komen bij de persoon van Jezus. En Jezus is geen, ons christelijk geloof ruimer, is geen programma. Het is geen software die je kan downloaden. Het gaat ten gronde, en daar kom ik straks op terug, over een relatie, over een verhouding tussen personen. Bovendien is het zo dat ons christelijk geloof een bijna eindeloze oceaan is. Ik bedoel de inhoud daarvan, de interpretatie, de betekenissen, de rijkdom van ons geloof. En voor een individu, en wij allemaal zijn individuele personen, is het hoe dan ook
onmogelijk om de volheid, de volledigheid van dat geloof tot ons te nemen. We kunnen het gewoon materieel onmogelijk allemaal in ons brein, in ons hart, in ons persoontje binnenkrijgen. Het is enkel maar de geloofsgemeenschap, de kerk, het mysterie van de kerk, zou ik zeggen, die drager is van de volheid van het geloof. En wij als individuele christenen kunnen enkel maar deeltjes daarvan tot ons nemen. Dat geldt voor, ik zou zeggen, de gewone gelovige, het schaap in de kudde, in de mooiste betekenis van het woord, net zo goed als voor de herder, als voor de voorganger, de predikant, de dominee, de priester, hoe je hem of haar ook wil noemen. Tenslotte zou ik zeggen, wees niet bang voor het oncomfortabele daarvan. Aan de basis van ons geloof ligt ook het geloof, het inzicht, maar ten gronde het geloof, dat het niet de kennis is die redt, maar wel de liefde. De liefde die naar ons toekomt, die ons gegeven wordt in de persoon van Jezus en zijn geest, die steeds weer naar ons toekomt, ook vanuit de Vader. Het is niet de kennis die redt, hoe belangrijk kennis ook is, maar wel de liefde die ons zomaar wordt gegeven door God zelf, God die liefde is en die buiten zichzelf treedt om naar ons toe te komen. Een andere vraag die jullie mij gesteld hebben is de volgende. Bijbelse hermeneutiek kan uitkomen op verschillende waarheden. Wat is een gezonde Bijbelse manier om hiermee om te gaan? En hoe kun je elkaar als christelijke gemeenschap blijven vasthouden? Mooie vraag. Hermeneutiek, voor wie daar niet zo mee vertrouwd is, is de uitlegkunde. Hoe kan je een Bijbelse tekst interpreteren? Inderdaad, een hele grote uitdaging. En we weten allemaal dat als wij dezelfde Bijbeltekst gaan lezen, individueel als gemeenschap, dat we heel snel uitkomen bij soms heel verschillende interpretaties. Niet altijd makkelijk, soms uitdagend. Betekent dit evenwel dat dit een probleem is in de eerste plaats? Nee. Ik denk het helemaal niet. Integendeel, het is in de eerste plaats een bron van rijkdom die ingebakken zit in de opbouw van de Bijbel zelf, in het bijzonder in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament staat niet één evangelieboek, één verhaal over het leven van Jezus, maar wel vier. Er worden vier interpretaties, zou je kunnen zeggen, gegeven van het levensverhaal van Jezus. Tussen die vier zijn grote gelijkenissen, maar ook verschillen. En sommige verschillen lijken bijna met elkaar niet te verenigen. Met andere woorden, dat verschil ligt ingebakken in de opbouw, in de structuur, in de samenstelling van de Bijbel zelf. Op zich hoeft dit dus helemaal geen probleem te zijn. En dat verwijst ons, denk ik, naar het feit dat de waarheid van God, de waarheid van Jezus, in de eerste plaats, niet zomaar te vangen is in woorden. Woorden zijn belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de vroegste theologische producties van de christenheid in de eerste eeuwen, waar men heel veel aandacht gehad heeft voor de ontwikkeling van wat men noemt het dogma, het christelijk dogma, christologisch dogma, trinitair dogma enzovoort. Wel, dat is uiterst beperkt. Dat is als het ware een minimale grondwet, enkele begrippen, enkele uitspraken om te helpen, om de christelijke gemeenschap
te helpen binnen de grenzen te blijven van de authentieke historische openbaring zoals die in Jezus zijn hoogtepunt heeft gekend. En vervolgens dienen wij in elke tijd opnieuw, binnen elke cultuur opnieuw, te gaan ontdekken, te gaan interpreteren wat die woorden van Jezus, wat het woord van de Bijbel, ons kan leren. De hermeneutiek, de interpretatie en de verschillen daarvan zijn een rijkdom, veel meer dan een probleem. De grote uitdaging daarbij is dat we in dat interpretatiewerk, in het samen bidden, het samen vieren, het samen nadenken over het woord van God, wel dat we bereid zijn om echt te luisteren. Luisteren naar elkaar eerder dan de ander bijvoorbeeld, per se met allerhande retorische trucjes, te overtuigen van mijn briljante, geniale interpretatie. Nee, luisteren. Werkelijk luisteren naar elkaar, om door het luisteren, biddend luisteren, naar hoe wij de Bijbel lezen, om daardoorheen Gods geest zelf op het spoor te komen. Samen. Door een kwaliteit van luisteren, doorheen, en ik zou bijna zeggen, dankzij de verschillen die ruimte scheppen waarbinnen creativiteit mogelijk wordt en waarbij nieuwe perspectieven kunnen ontstaan vanuit ook die relatie met de levende Jezus die ons toestaan, die het mogelijk maken om aan de steeds weer nieuwe, andere uitdagingen die onze cultuur, onze tijd, onze samenleving ontstelt, vanuit het woord van God een authentiek, betrouwbaar antwoord te geven. Een andere mooie vraag die jullie stellen is de volgende. Wanneer Jezus spreekt over ik ben de weg, de waarheid en het leven, is alles wat Jezus dan zegt waar? Hoe kunnen we de teksten uit de Bijbel lezen waarin Jezus aan het woord is? Zou je ons eens willen meenemen in de theologische leer of functie van wat Jezus over zichzelf zegt? Mooie vraag. En in die vraag staat terecht Jezus centraal. Wij christenen geloven niet in de eerste plaats in God. Wij geloven niet in de eerste plaats in de Bijbel. Wij geloven wel in de persoon van Jezus. Wij geloven dat de levende, gekruisigde, verrezen Heer het hoogtepunt is van de openbaring die ons de Vader toont. En dat we de hele Bijbel pas kunnen ten volle begrijpen vanuit de persoon van Jezus. Geloven in Jezus staat centraal. En in dat citaat dat ik net heb voorgelezen, zegt Jezus niet, ik zeg de waarheid. Hij zegt wel, ik ben de waarheid. Het is de persoon van Jezus, het unieke wezen, de God, mens, Jezus, die de waarheid is. En zijn woorden zijn daar een uitdrukking van. En die woorden, hebben we daarnet gezien, dienen te worden geïnterpreteerd. De kern van ons geloof, met andere woorden, of ons geloof zelf, is een relatie met een persoon. En God zelf, de drie-ene God, bestaat uit personen. En voor wie de geschiedenis, ik zou bijna zeggen de geschiedenis van de mensheid ten gronde gaat onderzoeken, die komt erachter dat de idee zelf van persoon voortkomt van de kerkvaders. De idee dat elke mens naar het beeld van God een unieke vorm is waarin hij of zij uitdrukking geeft, bestaat
als mens of als God. Er zijn drie goddelijke personen, Vader, Zoon, Geest. En op dezelfde wijze als er verscheidenheid is in God, zijn ook alle mensen verschillend. Hebben alle mensen een eigen persoonlijkheid, een unieke persoonlijkheid. Dat idee, dat inzicht, komt rechtstreeks voort uit de kerkvaders, die hebben nagedacht over de drie ene God en die zo uitgekomen zijn bij dat persoonsbegrip en dus het christelijke personalisme. Wel nu, het christelijk geloof gaat dus over een relatie, een verbondenheid, een levende, liefdevolle verbondenheid tussen de mens, ik, u, elk van ons, en de levende Heer. En het is in die relatie, vanuit die relatie met Jezus, dat we bij God kunnen komen. De interpretatie van de teksten doen we dus best vanuit die levende relatie met Jezus. Om doorheen die teksten beter te kunnen voelen, denken, tot inzicht komen, ervaren wie Jezus is en waartoe doorheen Jezus, God, jou, mij, elk van ons, elke dag opnieuw uitnodigt. Jullie hebben mij deze vraag gesteld. Ons thema van deze dag is de waarheid te geloven? Een grote vraag die natuurlijk ter discussie stelt wat dan die waarheid is. Het is een maatschappelijk thema dat breed in de samenleving leeft. Zou jij ons mee willen nemen wat jij hiervan meekrijgt? Boeiende vraag. Ik verklap jullie geen geheim als vandaag in het bijzonder in onze gedigitaliseerde samenleving de slogan ieder zijn waarheid bijna een waarheid geworden is. Vandaag de dag, veel meer nog dan vroeger, kan je de meest verschillende, soms ook knotsgekke, interpretaties van waarheid aangeboden krijgen. En veel van die interpretaties, ook knotsgekke, worden op een heel geloofwaardige wijze aangebracht. En fake news, manipulatie, vaak met heel verfijnde technieken, ook visueel enzovoort, zijn gewoon een werkelijkheid geworden. Vervelend, zou je kunnen zeggen, en inderdaad, want dat leidt tot heel veel problemen. Tegelijkertijd zegt het ook iets, kunnen wij als christenen zeggen, denk ik, over de kern van waarheid. Waarheid is niet in de eerste plaats iets objectief, een tekst die je kan lezen. Nee, waarheid heeft per definitie iets subjectief, iets relationeel. Zoals ons geloof ook per definitie relationeel is. Op het internet wordt heel belangrijk om te weten wie aan de oorsprong ligt, wie een bepaalde content, een tekst, een filmpje, een audio, fragment enzovoort, geproduceerd heeft. Wie daarvan aan de oorsprong ligt. Dus die subjectieve component is gewoon heel belangrijk geworden. Kan ik of kan ik niet vertrouwen geven aan die man, aan die vrouw, die hier een statement gaat doen? Met andere woorden, de waarheid, ons waarheidbegrip, en dat geldt ook voor ons, christenen, net zo goed als voor andere mensen, want wij leven in deze cultuur en worden daar ook in belangrijke mate door bepaald. De waarheid wordt steeds meer en meer gepersonaliseerd, wordt gesubjectiveerd.
Terwijl tegelijkertijd, uiteraard, de waarheid, en dan verwijs ik naar de persoon van Jezus, ook iets objectief heeft, maar steeds in die relationele context. Het is in de relatie met Jezus dat ik achter de waarheid kan komen, dat ik kan groeien in het verstaan, in het beleven, in het ontvangen van die waarheid. Dus het feit dat vandaag heel breed die relationele component van de waarheid zo sterk is toegenomen, is eigenlijk voor ons christenen helemaal niet zo vreemd. Het vraagt wel een bepaalde waakzaamheid, een aandacht. Als we bijvoorbeeld via het internet, maar ook de geschreven pers op alle mogelijke manieren, content tot ons toe laten komen, is het belangrijk om te weten waar die vandaan komt. Om binnen die vertrouwdheid, die er kan zijn of die er soms niet is, en dan is het goed om meer aandacht te geven, om kritisch te gaan onderzoeken, om binnen die relatie, als het even kan, een relatie van vertrouwen, te groeien in het begrijpen, in het binnenlaten, in het smaken, het proeven van steeds weer die relatie waar God ons toe uitnodigt. Een laatste vraag die jullie mij gesteld hebben, gaat in het bijzonder over de Ignatiaanse spiritualiteit, dat wil zeggen de spiritualiteit van de Jezuïten, en ikzelf ben Jezuïet. En die vraag is meer in het bijzonder, of gaat meer in het bijzonder, over de onderscheiding van de geesten. Jullie weten dat reeds Paulus spreekt over onderscheiding van de geesten. Wel nu, Ignatius van Loyola wordt beschouwd als een van de grootste, zo niet de meest belangrijke expert in die onderscheiding van de geesten. En vandaag de dag, eigenlijk al meer dan 450 jaar, wordt hij in de meest verschillende kerken, ook door protestantse en evangelische kerken, inspireert men zich, laat men zich inspireren door zijn pedagogiek, onderscheidingspedagogiek. Waarover gaat de Ignatiaanse onderscheidingspedagogiek, of liever, hoe gaat die te werk, die onderscheiding van de geesten? Het is iets bijzonders in die zin dat de onderscheiding een heel grote waarde hecht aan de gevoelservaring. Dat wil zeggen aan de wijze waarop je in je diepste diep, in je biddende hart eigenlijk, wordt geraakt door Gods geest. En meer in het bijzonder vertrekt dit van de geloofsaanname dat een groeiende nabijheid bij de levende Heer doorgaans gepaard gaat met positieve gevoelens als vreugde, vertrouwen, openheid, geloof, kracht, gedrevenheid enzovoort. Terwijl een groeiende verwijdering bij Jezus, een groeiende verwijdering van God, je zou kunnen zeggen het verkeerde pad, eerder, ook niet altijd, maar doorgaans, gepaard gaat met negatieve gevoelens, zoals verdriet, boosheid, ergernis, frustratie, leegheid, lusteloosheid en dergelijke meer. En de grote kunst, zou je kunnen zeggen, de pedagogiek die Ignatius van Loyola aanreikt, is om te leren lezen in wat er gebeurt in dat biddende hart. Op het niveau van de gevoelens in de eerste plaats. Niet in de eerste plaats op het niveau van het verstand, hoe belangrijk het verstand ook is. Het verstand laat namelijk toe om te gaan lezen in die gevoelens die vaak nogal chaotisch zijn, die tegenstrijdig kunnen lijken en waarbij je ook het kaf van het koren dient te scheiden. Want het kan zijn dat sommige aangename gevoelens
net komen van diegene die Ignatius noemt de boze geest of de vijand van de menselijke natuur. Terwijl onaangename gevoelens soms ook net kunnen komen van de goede geest. Onderscheiding van de geesten doet dus een beroep zowel op het hart als op het verstand, wetend dat de eerste grondstof de gevoelens zijn. En een andere geloofsaanname die onderliggend is aan de hele praxis van de onderscheiding van de geesten, is dat Gods scheppende liefde niet eenmalig is, ooit in het begin van de schepping, maar een doorlopend gegeven is. Dat God ook vandaag op elk van ons betrokken is met zijn scheppende, met zijn voorzienende liefde. Dat hij een uitnodiging heeft, een verlangen voor elk van ons. En de grote uitdaging van de onderscheiding, zowel op persoonlijk, individueel niveau, maar ook op gemeenschappelijk niveau, want je kan ook onderscheiden als een gemeenschap, de grote uitdaging van de onderscheiding is doorheen die gevoelens van vreugde of van droefheid, door daar in het gebed in het bijzonder heel aandachtig naar te luisteren, dat je op die wijze dichter kan komen, kan achterhalen datgene waar de Heer zelf jou, jullie toe uitnodigen. Daar gaat ten gronde onderscheiding van de geesten over. Dat betekent ook en verklaart ook waarom de hele Ignatiaanse spiritualiteit, waar die onderscheiding eigenlijk de ruggengraat van is, de olie, zou je kunnen zeggen, wel dat die hele Ignatiaanse spiritualiteit in belangrijke mate een keuzespiritualiteit is. Dat wil zeggen, een methode, zou je kunnen zeggen, of een aantal methodes, een hele, ja, een spirituele pedagogiek, om ertoe te komen keuzes te maken. En uiteraard eerder belangrijke keuzes, levenskeuzes. Waartoe nodigt de Heer mij uit? En dat niet enkel als je een jonge man of een jonge vrouw bent, als je een kind, als je een tiener bent voor je studiekeuze, ook voor je partnerkeuze en voor andere fundamentele belangrijke keuzes in je leven, helpt die Ignatiaanse spiritualiteit om die op een heel persoonlijke wijze te kunnen doen, in de richting, geïnspireerd door datgene waarvan je in je diepste diep, in je biddende hart ervaart dat de Heer jou daartoe uitnodigt. Het bijzondere is dat vandaag de dag die Ignatiaanse spiritualiteit en in het bijzonder alles wat te maken heeft met die onderscheiding en het maken van keuzes, bijzonder in trek is, niet enkel bij katholieken, bij katholieke christenen, maar ook bij protestantse christenen. De reden daarvan is eigenlijk nogal voor de hand liggend, als je het wat historisch bekijkt. Ignatius van Loyola wordt beschouwd als een van de grote contra-reformatoren. Maar eigenlijk is het woord contra-reformator een verkeerde uitdrukking. Ignatius is ook een reformator, net zoals Calvijn of Luther dat geweest zijn. En hij stamt uit hetzelfde tijdvak. Hij heeft zich gelaafd aan dezelfde bronnen. En meer in het bijzonder betekent dat dat voor die Ignatiaanse onderscheiding van de geesten, twee aspecten heel belangrijk zijn. Aan de ene kant is er het bidden met de Bijbel. Het bidden met de Bijbel staat absoluut centraal in de Ignatiaanse spiritualiteit. Bidden met de Bijbel in het algemeen en meer in het bijzonder, bidden met de evangelies. Het kijken, het luisteren, het voelen van de persoon van Jezus, van de levende Heer, wat zijn woorden, wat zijn daden, wat zijn
persoon met jou doet hier vandaag en hoe de geest van God spreekt doorheen de persoon van de levende Heer Jezus. Aan de ene kant. Dus heel belangrijk, dat Bijbels gebed. En dan ten tweede, en dat ligt eigenlijk in het verlengde van wat ik net heb uitgelegd, de rechtstreekse godservaring. De onbemiddelde rechtstreekse godservaring, in het bijzonder in het gebed. Ik ben de enige die kan onderscheiden, die kan luisteren naar wat de Geest in mijn hart zegt. En de Geest, geloof ik, spreekt rechtstreeks tot mij. Vandaar dat die Ignatiaanse onderscheiding, of ruimer gewoon de onderscheiding van de geesten, een heel persoonlijk gegeven is vanuit het geloof dat God zelf elke mens, mij, jou, elk van ons, op een rechtstreekse persoonlijke manier roept. Ik herhaal het tot slot. Onderscheiding van de geesten kan gebeuren op een persoonlijk, individueel niveau, zo gebeurt het ook meestal, maar er is ook heel wat ervaring en know-how ontwikkeld in de loop van de christenheid, in het bijzonder ook door Ignatius van Loyola, om te onderscheiden als gemeenschap. Dat kan zijn een gemeente, dat kan zijn een gezin, dat kan zijn een stel, dat kan zijn elke andere gemeenschap, christelijke gemeenschap, die samen op zoek wil gaan, onderscheidend, vanuit gebed en door te luisteren, biddend naar elkaar, vanuit het gebed met de Bijbel, om te luisteren naar waar Gods geest ons vandaag toe uitnodigt. Ziezo, dat waren enkele ideeën die ik met jullie tot slot wilde delen over onderscheiding van de geesten. Mocht je graag die onderscheiding van de geesten voor jezelf, wat de Ignatiaanse variant daarvan, mocht je die graag willen verdiepen, ik heb vorig jaar een boek gepubliceerd, daarover trouwens bij een protestantse uitgever, over die onderscheiding van de geesten. Een heel toegankelijk handboek. Het heet Vertrouw op je gevoel, keuzes maken met Ignatius van Loyola. Ik kan je ook nog een andere tip geven. Ik zei het aan het begin, ik ben internetpastor en met ons Centrum voor Internetpastoraat hier in Amsterdam maken wij elke dag een podcast met Bijbels gebed. Op de manier van Ignatius van Loyola, met dus bijzondere aandacht, steeds tussen de lijnen door, in de methode zelf voor die onderscheiding. Die podcast, die elke dag gepubliceerd wordt en die je via een app of rechtstreeks op de website kunt beluisteren, heet Bidden Onderweg. Mocht je daar meer willen over weten, ga naar biddenonderweg.org. Daar kan je de website vinden en kan je ook de app downloaden. Ziezo, beste mensen, ik hoop dat ik jullie wat meer thuis heb kunnen brengen in de, laten we zeggen, Ignatiaanse spiritualiteit, de wijze waarop sommige mensen, sommige christenen, veel katholieken, maar net zo goed protestanten, geïnspireerd door die traditie, met een aantal vragen van het leven omgaan. Ik wens jullie nog een mooi symposium toe. Dankjewel.